Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. Ik heb vandaag weer een nieuwe weekvlog. Het is maandag. Het is ongeveer 12 uur of zo. Ik heb de hele ochtend erop zitten met meetings van mijn bedrijf Social Learn. Ja, meetings, calls, whatever. Met klanten en met mijn coach. En nou, ging helemaal top. Ik heb me net even opgemaakt. Ik heb dus droogshampoo van Batiste gebruikt. Ik heb letterlijk, normaal moest ik echt elke dag mijn haar wassen, want mijn haar wordt heel snel vet. Ik heb letterlijk al 2 dagen mijn haar niet gewassen. En het is gewoon nog steeds totaal niet vet. Echt. Ik heb deze dus. Ik had deze bij een pakketje van Comcat Fashion gekregen. Nou, hij werkt goed. Het is echt niet normaal. Mijn haar is gewoon nog steeds helemaal perfect. Ik heb het dan wel even gestyled, want het was een beetje in de klit. Nou, perfect gewoon. Ik moet vanavond verder. Ga ik gewoon aan YouTube zitten. Ik ga de weekvlog editen. Vanavond moet ik werken om 4:30. En ja, er komt weer een lockdown aan. Vanavond persconferentie. Alles gaat dicht. Ik snap het op zich wel. Ja, weet je. De besmettingen blijven maar stijgen. En de ziekenhuizen worden overvol. En deze halve maatregelen, dat werkt niet. Want je ziet gewoon dat iedereen laks wordt en er scheid aan gaat hebben. Niet iedereen natuurlijk. Maar je ziet gewoon dat er veel meer besmettingen komen. Dat mensen gewoon volop in de winkelstraten staan. En in IKEA en overal in de supermarkt. Dus ja, op zich snap ik het wel. Ik heb gelukkig gewoon mijn baantje bij de apotheek. Dus ik heb heel veel geluk. En natuurlijk gewoon YouTube. Dat ik gewoon kan blijven werken en zo. Maar oh my god. Echt. Oh, we gaan weer een tijd krijgen van een paar weken hel. Tot 19 januari. En dan weet je ook nog niet hoe het loopt. Ik denk dat daarna hopelijk een beetje vaccins en zo komen. Ik denk dat het aankomende jaar sowieso echt nog kut wordt. Ik vind het soms zo raar wat voor wereld we leven. Dan denk ik echt van, hé, is dit nou de wereld of zo? Is dit nou mijn leven? Je gooit echt, nou, je gooit de tijd natuurlijk niet weg. Want ik ben aan de andere kant ook heel dankbaar dat ik heel veel tijd heb gehad voor mijn YouTube kanaal. En dat het heel erg is kunnen groeien daardoor. En ik denk ook niet dat ik mijn vriend had ontmoet als corona er niet was geweest. Dus ja, dat soort dingen ben ik er natuurlijk blij voor en dankbaar. Maar het is ook gewoon, je mist gewoon soms gewoon even gewoon die gezelligheid en een lekker feest. En ja, dat mis je soms gewoon even. Nou, ik heb in ieder geval dit topje aan. Het is een body van Shein. Jasje van Joint en een legging gewoon. Ik ben me dus even aan het opmaken. Ik heb een lekker koffietje. En ja, er is weer helemaal paniek over de lockdown. Het voelt soms wel echt alsof ik in een film zit of zo. Zo raar leven. Ik vind het echt steeds raarder worden of zo. Steeds meer komt het besef van wanneer stopt dit. Kijk, in het begin was het echt van, joh, van de zomer kunnen we echt wel weer naar een festival hoor. Nou, echt niet. Echt, oh my god. Alright, het is inmiddels ook kort voor 2. Ik heb even een lekker champignonsoepje. Ik heb nog niks gegeten namelijk. En ik heb een broodje met kaas uit de magnetron. Dit had ik vroeger altijd. En ik had er opeens zin in, dus ik ging dat even eten. En ik ga ondertussen even de weekvlog editen. Ik was even leuk. Een sushi McBang van Christina aan het kijken. Wanneer ik mijn glas water over mijn laptop heen gooide. Gelukkig net aan kunnen saven. Mijn hele telefoon ook nat. Dus ja, dit is eigenlijk gewoon een kijkje van mijn leven. Deze situatie omschrijft gewoon precies mijn leven. Ik was ook een beetje chips aan het eten. Dit beschrijft gewoon mijn leven. Wat voor domme kluns ik ben. Lekker koffietje en een oliebolletje. Gek is hier, ja, mevrouw Tut. Eten en snel. Oh, oh. Oké, ik ben inmiddels thuis van werk. Het is 9 uur. Ik heb even lekker 2 burrito's. Erbovenop zit sambal. Niet dat je denkt, wat ziet het er nou weer raar uit. Heerlijk. En dat ga ik nu verbeteren. En ik ga even een filmpje kijken of zo. Morning. I look like shit. Het is 11:30. Ik heb net heel de tijd gebeld. Oh my god, dit gaat doorstromen. De nieuwe lampjes hangen in de keuken. Vet leuk. Ik heb net even gebeld met mijn projectgroep. Ik ben nu even een koffietje aan het maken. Het is al 11:30. Ik ga zo een make-up video Get Ready With Me opnemen met Isabel. Dus ik ga hem nog niet opmaken. En ik had gisteren allemaal cadeautjes besteld. En het is gewoon nu al binnen. Ik dacht echt, nou dat komt pas over een week binnen. Omdat het zo druk is met bestellen en zo. Nou, het is gewoon nu al binnen. Ik vind het echt niet normaal. Leuk koffietje. Dus ik ga jullie even laten zien. Het is voor mijn gezin. Dus ik hoop niet dat iemand dit kijkt. Vast niet.
Ik heb het eerst dit cadeau. Dit is voor de vriendin van mijn broer. Die wilde ze graag, stond op de verlanglijstje. Dan heb ik hier nog. Wat ziet het er leuk uit. Ik heb hier allemaal leuke kaartjes. Dan heb ik voor de vriendin van mijn broer ook nog thee besteld. Dat wilde ze graag. En dit is volgens mij vast wel lekkere thee. In ieder geval het was duur, dus het zal vast wel lekker zijn. Dan heb ik dit voor mijn moeder. Ik ga niet zeggen wat het is, want mijn moeder zit achter mij en anders hoort ze dat. Dat wilde ze. Dit. Want dat wilde ze ook. En dit. Voor mijn vriend. Ik hoop niet dat hij dit ziet. Maar dit wilde hij ook. Dit trouwens nog gekocht voor mijn neefje. Want dat vindt hij helemaal leuk om met eten te spelen. Dus dat ga ik ook even inpakken. En dan ga ik het allemaal onder de boom leggen. Zo, ik heb mijn eerste cadeautjes ingepakt en onder de boom gelegd. How cute en leuk. I love it. Oké, het is inmiddels alweer 1:30. Ik heb alleen mijn cadeautjes zitten inpakken. Ik ga nu even snel douchen. Ik heb de uurbel eraan en ik zie de... Ja, ik weet echt niet wat de fuck er met mijn haar is gebeurd, maar over dat. Oké, ik ben inmiddels uit de douche. Ik heb echt helemaal een rood hoofd. Ziet er niet uit. Maar je kan ook een moment komen. Nou, het is inmiddels middag. Isabelletje is er. We hebben net de video opgenomen. Ze is helemaal gefluurd. Yes. Ja, maar ik heb ze ook echt goed. Ja, maar ik heb ze het goed, hè? Ja. Jammer dat je alleen zo moet werken. Ja. Nou ja, boeien. Nou, we gaan nu voor jou een video opnemen. Ja. Gaan we oude video's terugkijken, toch? Ja. Wat wil je doen? Ja, wat zullen we doen? Wat is leuk? Hé, hey, zijn je nieuwe schoenen of niet? Ja. Ja, wat is leuk? Hoe gaan we dat doen? Ja, dan moet je schermopname maken van je laptop, denk ik. Ja. En dan gaan we dat kijken. We hebben heel leuk kaars hier aan in de video, maar je ziet het helemaal niet. Oh. Nou ja. Ja. Ik ben heel benieuwd wel naar die oude video's. Ja, zullen we dat dan gewoon doen? Ja. Dan hoeven we ook niet te vreten. Maar ik heb wel honger. Ja, ik wil eigenlijk ook gewoon, ik wil eigenlijk sushi. Maar dat kan niet echt in de auto. Dan moet je weer helemaal gaan klaarzitten. Ja, ja, het kan op zich maar weer. Maar ik moet natuurlijk, oh, je moet op een uur of twee uur over werken. En ik moet nog eigenlijk het liefst nog breed inpakken. Maar. Ja. Maar je hebt ook, ja, je hebt die aardbeienbedrijf. Maar dat vind ik ook, ik heb niet echt zin in iets zoetigs. Oh ja, dat heb je ook nog. Ja, ik heb ook niet zo zin in iets zoetigs. Kan je nu gewoon meteen sushi afhalen, denk je? Ja, weet ik niet. Maar ik heb al een sushi met mijn woensdag. Oh, ja. En als ik dan ook... Ja, het kan. Nee, maar je gaat niet in twee keer in de week eten. Nee. Twee keer sushi met. Dat is kut. Ja, Mackie. Maar ja, Kipsie heb ik ook geen zin in. Nou, doe wel gewoon video. Oude video's terugkijken. Ja. Ik heb wel honger, maar ook weer niet een heel McDonald's menu. Nee. Het is ook beter van niet. Van nee. Mijn lijf. Heb je wel gegeten? Ja. Ja, ochtend gewoon. Oh, maar je hebt geen middag gegeten? Nee. Waarom zei je dat net niet dan? Ja, ik dacht, komt wel. Ja, ik heb één broodje op. Ja, ik heb vanochtend twee broodjes op en vanmiddag ja, één broodje rond 12 uur of zo. Ik wil ook wel eigenlijk struggles. Maar ja, is niet goed voor mij. Nee, voor mij wel dan. Nee. Mij is het zo goed. Waarom is eten zo goddelijk? Ik word er zo ja. Gelukkig van, maar daarna denk ik, fuck. Ik vond die challenge echt leuk. Hij was heel leuk. Met dat je de persoon voor ja, dat is echt grappig. Dan kan je echt rare bestellingen. Ja. Ik dacht dat iedereen wel gewoon een beetje hetzelfde bestelde. Maar een McChicken plain is er. Ja, dit is allemaal echt niet... Nou jongen. We hebben allebei een single big tasty. En we gaan een frietje delen. Oh, ik heb er zo in zin. Ik word zo gelukkig van eten. Iemand reageerde ook. Ik ga stuk om jullie hoe blij jullie van eten worden. Ja, dat is echt bizar. Oh. Ik kreeg ook vandaag een DM van een meis. Meis? Van mama. En die zei, hoe kun je zo dun zijn terwijl je zoveel eet? Maar we zijn niet dun. Nee. Echt. Maar oké. Okay, maar misschien bedoelen ze dat je niet obese hebt. Nee. Want wij vreten wel echt als dat je zo obese kunt hebben. Ja. Nee, oké. Okay, dat is ook. De make-up zit echt goed. Oh. Oh my god. Look at this. Oh, lekker. Hier heb ik zoveel zin in. Ik ook.
Ik haat ons. Ik haat ons ook. Echt, gewoon. Ik haat mezelf. Echt. Ik haal er wel gewoon wat uit, de helft. Oh ja. En dan krijg jij ook de helft. Maar deze single Bictasie is zo goed. Kut. Wat? Oh. Mijn hele auto al meer. Zo, nee. Die Bictasie, dat is echt een echte burger. Ja, echt zo'n restaurantburger. Ja. Zou er nou meer in een grote friet zitten als in een medium friet? Mm. Het zou eigenlijk meevallen. Mm. Wij zijn echt verschrikkelijk. En morgen gaan we fietsen. Ja. Ja. Morgen gaan we fietsen. Ja. En we gaan donderdag er wandelen. We hebben met onszelf afgesproken, we gaan dit doen. En dan gaan we morgen echt ver fietsen met haar broer. Ja. Dat is wel goed dat je broer meegaat. Ja, die fietst een beetje door. Ja. En die helpt ons. Ja. En dan, donderdag gaan we naar het bos wandelen. Ja. Nou, best goed toch? Dat is goed. En weet je, de feestdagen komen er nu aan. Na het nieuwe jaar. We zitten constant excuses voor onszelf. Dat is echt erg. Hoe doen mensen dit? Ja. Ik wil gewoon mijn lijken van mezelf. En mijn projectgroep zegt, nou, ik ben al zo lang niet bij McDonald's geweest. Ze zegt, ik ben echt denk al een jaar niet, misschien geen fastfood gegeten. Hoe kan dat? Nou, komt omdat ik echt thuis zit. Als ik op school zit, dan... Nou, en misschien ook een beetje de leeftijd. Dat denk ik ook wel. Hij is 22. Ja. Dat is ook anders. Maar ze zijn echt maar lezen dat je echt geen discipline hebt. Maar gewoon Nee. Ik bedoel, mijn ouders zeiden ja, vroeger hadden ze ook gewoon van lekker eten. Maar nu zijn ze ook gewoon gezond. Ja. En toen had je ook geen McDonald's en zo. Nee. Hoe chill. Ja, want dit er allemaal iets is gewoon kut. In Amerika. Ik vind het echt wel kut, want ik had echt mezelf voorgenomen om gewoon echt het niet te doen. Ja, maar ja, bij mij komt het echt door die sportschool. Die was dicht en toen dacht ik alweer van ja, daar gaan we weer. Ja. Dat is wel zo. Ah joh, we zijn nog jong. Zou Boni ook thuis moeten werken? Massage. Nee. Ja, en de frietjes zijn er weer op. Mijn ook. En bijna een heel bakje saus op. Ja, ik met een half bakje friet. Ik neem heel veel saus. Ja, maar die saus die maakt het. Ja, jongens. Oh, we hebben zelf water meegenomen. Ja. Die meiden zeggen lekker man, ik wil ook. Mm. Maar we zijn gisteravond geweest. Anders was ik gisteravond gegaan. Dus dit compenseert weer. Ja. Nou. Lekker bacon erop. Ik kan echt wel één keer per week naar de Mac gaan. Ik ook. Er zit ook kaas en zo op. Maar vroeger, voor corona, gingen wij nooit naar de McDonald's. Nee. Echt nooit. Nee. Ook, ja, misschien een keer op een zondag. Als we heel gek deden. Dat gebeurde wel eens, maar... Hoe kan dat nu dan? Het zou echt corona door corona kunnen, ja. Nou, ik denk wel dat de McDonald's beter loopt. Ja. Gewoon wel. Ook gewoon om 3:30 middags. Ja. Dat is echt raar. Wij zijn zo... Hier zit zoveel saus op. Dit is vettig. Oh nee. Niet normaal hoeveel vet ik in mijn mond heb.
Staat het erop? Soms had het toch op? Ja, over calorieën. Het is niet meer. Nou, hebben ze goed gedaan. Ja. Ik heb meteen weggegooid. Ik ga het opzoeken. Wil je opzoeken? Ik denk dat het wel 500 calorieën is. Ja. Maar dan ook. Ik heb voor de rest niet zo heel veel gegeten vandaag. Ja, ik één tosti. Nou, en 3 broodjes maar. Hoeveel mag een vrouw ook weer? 2000 calorieën? Daar kom ik echt niet aan hoor. Ik ook niet. Maar hoe kan ik dan dik worden? Door niet sporten denk ik. Zo. Ja, ik snap het ook niet, want ik eet echt niet veel. Nee. Ik eet echt niet veel. En waar ik dan dik van word, dat snap ik ook niet. Nee, echt bijna niks. Ik zou ook zo, ik heb ook heel vaak dat ik gewoon 1 tosti eet. Gewoon ook een koffiedrink. Een tosti eet om 3 uur. Om 6 uur avond eet en dat is het. Ja. Dat komt heel vaak voor. Maar ik word maar dikker gewoon. Ja. Ja. Nou, we gaan het niet over hebben. Ik ga even opzoeken. Zo'n dubbele Big Tasty, dat lijkt me dan weer too much. Too much. Oh, 655. Een dubbele 930. Tering. Een dubbele is gewoon bijna dubbele calorie ook. En een Big Mac. Ook zoiets. En dan met friet. Dat zeggen 1000 calorieën dit. Ja. Dus dan zit ik. Ik heb al 2 broodjes bij. Ik kom nog avondeten bij. Maar ik ga broccoli met kip eten en rijst. Dus dat is gewoon goed voor je. Ik ben wel gaan eten. Maar ja, ik heb zo weer geen honger. En denk mijn moeder weer, what the fuck. Mm-hmm. Echt spijt. Zo. Echt. Jongens. Maar wij kunnen ook niet gewoon even 1 cheeseburger nemen. Nee. Ik ga kijken een Big Mac. Wat denk je? Ik denk ook 500. Dit klopt niet. Ik kom eens een Big Mac terug. En Big Mac is 560. Ja. Pardon. Dat is zelfs minder dus. Ja. Ik denk dat het meer was. Ja, maar hier zit heel veel saus op voor mijn gevoel. Mm-hmm. En kaas. Het helemaal op. Ja. Gewoon buikpijn. En bacon. En bacon inderdaad. Heel vet. Ik ga maar liggen bij de apotheek lekkere koekjes. Nou, niet gezien gisteren, want ik ben er 5 bij. Vandaag is mijn cheat day. En de rest van de week ga ik dat niet meer doen. Nee. Morgen gaan we sporten. Hé, dat was Ryan. Volgens mij. Echt? Nee. Ja, ga zoals Ryan. Dat is Ryan. Oh, ik zou nog wel wat lusten. Maar ik ga het niet doen. Ik zou nog wel iets van een milkshake lusten. Wat ga je doen? Nee. Ik ga nu naar huis snel. Ik moet zo ook weer werken. Heel snel naar huis. Chalas. Oké, het is inmiddels 7:15. Ik heb mijn sportkleding aan. Ik weet niet of ik dat wel heb laten zien. Ik weet niet waarom ik dat zou moeten laten zien. Ik heb vanmiddag een video online geëdit en geüpload. Ik ga nu naar mijn vriend. Want ik ga daar sporten. Hij heeft een soort sportschool. Nou, inmiddels heeft gewoon sportdingen waar je mee kan sporten. Wat een verhaal. Dus dan ga ik nu heen rijden. Dan ga ik even sporten bij hem. Want ja, de sportschool is er niet. Het is inmiddels 12:00. Ik ben weer thuis. Ik heb echt niet normaal goed gesport. Ik heb echt zoveel spierpijn nu al in mijn benen. Morgenochtend ga ik om 9:00 fietsen met Isabel en mijn broer. Dus dat is ook super chill en goed. Dus ik ga nu lekker slapen. Ik ben echt dood. Goedemorgen allemaal. Ik zou eigenlijk om 9:00 gaan fietsen. Maar ik word natuurlijk pas weer om 9:00 wakker. Ik app Isabel en die werd gelukkig ook pas om 9:00 wakker. Dus dat scheelt. Dus nu gaan we zelf fietsen. Het is nu bijna 10:00. Ja, ik kan gewoon niet wakker worden. Ik weet niet wat het is. Maar ik ben zo moe. En dan gaan we nu gewoon zelf even
fietsen. Ik heb niet normaal veel spierpijn. Holy fuck. Oh my god, ik ben terug van het fietsen. Ik ben helemaal kapot. Ik heb zoveel spierpijn. Het is echt bizar. Ik ben een uur gefietst. Wel echt super goed. Ik heb weer volgens mij een nieuw pakket van Conket Fashion binnen. Want ik had vorige week vlog een pakket ervan ontvangen. Maar twee items die pasten niet. En die waren ook helaas niet meer op voorraad. Dus ik heb nu twee items. Ik ga ze even laten zien en dan zo meteen aandoen. Een hele gave jas. Een witte bontjas. Echt geweldig. Kijk hoe leuk. En hoe lekker warm waarschijnlijk. Oh, dit is zo zacht. Oh, hier wil je gewoon de hele dag mee knuffelen. Kijk, ik heb nu een dikke trui aan. Dat is helemaal kut. Oh, wat heerlijk. En ik heb een hele leuke beige trui. Hoodie, sweater eigenlijk. Een leuke beige kleur. Dus deze is echt super leuk ook. En ik ben nu ondertussen. Oh shit. Nee! Oh nee! Ik ben het boter vergeten. Oh, dit kan ik nu weggooien. Ik wilde een eitje gaan bakken. Maar ja, dit is vies bruine boter. En wat ik dus wilde doen is een eitje bakken. Nu wel goed. Terug naar Conket Fashion. Staat er ook een hele leuke winactie online. Die is tot aankomende vrijdag. Op eerste kerstdag maak ik de winnaar bekend om 8 uur. Dat je 2 keer 50 euro shoptegoed kan winnen bij Conket Fashion. Dus een Instagram giveaway. Check it out. Check mijn Insta. Het Sarah van Boert. Echt super leuk. En ik lijk wel overleden de spookje. Maar maakt niet uit. Was zo lekker dit. Dat is een beetje bruin geworden. Maar ik heb dit zo lang niet op. Echt geweldig. Ik heb net een video van gisteren geëdit. Helemaal ready. Super chill. Het is nu 1:30. Ik ga even douchen, omkleden, klaarmaken. Ik moet vanmiddag werken trouwens. Ja, ik heb het echt kink out. Dus ik ga lekker onder de warme douche. Oké, ik ben inmiddels al een tijdje onder de douche vandaan. En ik heb hem even een beetje fatsoenlijk opgemaakt. Ik heb even een lekker klein tostietje gemaakt. Met pesto, tomaat en kaas. En ja, ik was net even live op Instagram. Even gezellig, want ik verveelde me. En ik ga nu even een serietje kijken. Ik ben The Queen of the South aan het kijken. Echt een aanrader. Het is inmiddels 4:15. Ik ga nu naar mijn werk. Het is waarschijnlijk fucking druk, want door corona is het weer druk bij de apotheek. Want iedereen wil natuurlijk zijn medicijn opeens. En gaat allemaal extra shit bestellen. Echt tering in het hand. Dus ik ga er... Ah, ik heb zoveel spierpijn, jongen. Ik ga er zo heen. Nou, eigenlijk nu. En dan... Zie je vanavond weer. De nieuwe jas aan. Hij is echt geweldig. Hij is zo zacht. En nou, het is zo een lekker stofje gewoon. En hij is echt zo leuk voor de kerst. En de winter. Ik ben feestdagen zeg maar zo kerst. Nee, love it very much. Het is al 1 uur, het is donderdag. Ik zou eigenlijk om 9 uur 's ochtends gaan wandelen met Isabel. Maar toen regende het keihard. En toen ben ik eigenlijk gewoon net in mijn bed gaan liggen. Niks gaan doen. En toen ging ik serie kijken, even eten, koffie drinken. En nu gaan we wel wandelen. Het is nu 1 uur. We gaan lekker naar het Amsterdamse bos. Ik heb lekker mijn nieuwe warme cozy jacket aan. Met dit leuke tasje van Shein. Leren legging en met Dr. Martens. Oh, en een nieuwe trui aan. Dit is ook echt vet leuk. Ik heb weer stress, want het is wel om 1 uur komen. Om 10:50. En ik heb even 2 crackers met paté gemaakt. Ik had nog niks gegeten. Ik zei net dat ik had gegeten, maar dat was niet waar. Ik had alleen koffie op. Dus, snel. Nou, we zijn er hoor. Welke kant kan op? Die kant ziet er leuker uit. Ja. Nou, wij gaan zo hard verdwalen. Ik is weet dit het Amsterdamse bos? Ja. Oh. Weet je hoe groot het is? Echt? Ja, jongen, dit is fucking groot. Dit gaan we echt niet allemaal zien. Oh. Wij gaan gewoon lekker lopen hier over z'n tweeën. Wat zijn we? En wij gaan zo hard verdwalen. Ja, we hebben een foto gemaakt van de parkeerplaats. Dus day. Als we het vergeten, of als we het kwijt zijn, dan we... weten we dat we daarin moeten. Ja. Maar kan je een rondje maken dan of zo? Geen idee. Hoe weten mensen dit dan? Ja, dat snap ik ook niet. Maar wij hebben ook echt geen richting, dus nee. Dat gaat helemaal fout. Ja. Nou, komt goed. Vast wel. Jammer dat je hier niet even een leuk afvalteentje hebt. Ja.
Kutzooi. We zijn in het bos en we zijn foto's aan het maken. Ja. Nou, het is een en al gezeik. Nou, maar bij jou, jij hebt gewoon goede foto's. Nou. Vast. Ik doe het wel aan de staart. Misschien nee, dit is mooi. Kijk hoe mooi het is nu. Nu is er echt zo een knik in. Ja, maar dat is lijkt volume juist. Gewoon alsof je hebt gefeund. En ja, dit is veel beter. Nou, nu snel foto maken. Ja. Met jouw telefoon? Jou, oh ja. Oh. En, leuk? Er zit wel één leuke bij, voor de rest allemaal. Ik had een hele leuke, maar dan zitten mijn ogen weer zo, Johnny. Terwijl mijn haar zit gewoon leuk. Johnny. Echt. Hier kijk ik heel boos. Nee. We hadden net trouwens een lekker cappuccinootje en een slagroom. We wilden eigenlijk wel iets van een broodje, maar dan ja, had je alleen een broodje frikandel. Maar eigenlijk moeten we even lekker zo'n broodje bij zo'n ja, lekker zaakje dat kan halen. Echt wel hier in Amsterdam ja, ergens. En onze is hele... Ja. Mijn hele legging zit helemaal onder de modder. Hoe kan dat nou weer? Ja, die van mij ook. Moet je kijken. Nou, bij mij dan. Ja, is nog erger. Ik kan weer niet lopen met mijn kuthoofd. Oh my lord. Nou, gaan we teruglopen, want ik weet echt niet waar we zijn. Weet jij dat? We gaan wel hierheen lopen, kom. Boeia. Oh, we hebben een lekker broodje gehaald. We dachten, want we wilden dus een beetje op ons eten letten. We hebben in deze week volgens mij letterlijk nog naar de McDonald's geweest. Maar vanaf toen dachten we, oké, we zijn echt misselijk van onszelf. Ja. We hebben een lekker vers broodje gehaald bij Vers van Gijs. Ze hebben opgezocht, lekker vers broodje. We hebben allebei een broodje met kip. Kip. En avocado. En, oh, lekker. Heel lekker. Ik ben heel benieuwd. Oh mijn god. Oh, wat lekker. Kijk zo, jongen. Wat staat die? Lekker? Ja. Wasabi mayonaise. Ja. Lekker, man. Nee, mijn avocado valt wel. Dit is toch eigenlijk veel lekkerder als McDonald's? Veel lekkerder. Maar dit kost meer werk. In ieder geval, je moet het opzoeken. Ja, en je weet niet wat je wil en... Dit is echt lekker. Dit is echt top. Met tauge. Ja. Het zag er ook echt uit als een lekker verse winkel. Ja. Met allemaal verse dingen. Mm. Lekker bosui. Ja. Love it. Ik ga er niet bij. Ik heb nu avocado. Het smaakt echt gewoon naar een soort broodje sushi. Dat is wasabi. Ja. Ja. Moet die uit? Ja. Het is vandaag vrijdag. Ik ben hier bij mijn vriend. Ik ga nu meteen door naar werk. Want ik moet de hele dag werken. Het is nu iets van 1:30 of zo. Ik heb weer dezelfde trouwens gisteren aan. Want ik had... geen nieuwe kleding mee. En ik heb sportlegging aan. Dus ja, ik ga nu de hele dag werken. En vanavond komen gezellig mijn vriend en Nina en haar vriend ook bij mij. Gaan we gezellig wat drinken. Kut, we moeten nog wijn halen. Nou, in ieder geval, ik ga naar mijn werk. Hoi allemaal, dit kan echt niet. Het is al zaterdagavond. Gisteravond echt super gezellig. Maar ik was zo brak vandaag. Ik heb echt niks gedaan. Ik heb alleen taart gebakken met mijn vriend. En verder heb ik het gewoon niet gedaan. Ik ga nu naar Isabel toe, daar ga ik me opmaken, want mijn make-up vergeet met mijn vriend. Dus ik ga me nu daar opmaken en dan gaan we gezellig naar Naomi, gezellig wijnen. Dus ik ga jullie lekker meenemen vanavond. Want ik heb vandaag helemaal niet gevlogd. Echt stom, maar ik heb me even omgekleed. Ik heb die oversized blazer aan van Naked. En dan ga ik naar Isabel toe. Ik ben mijn zoon. Deze make-up heb ik zo verneukt. Ik heb er erg aan geknipt en bewerkt. Is het nou nog groter gaf in? En ik krijg nu maar mooi. Ja, het is wel een beetje een boesboes. Maar ik vind het mooi juist. Echt? Juist mooi. Lekker zo wild aan werk gehouden. Ik vond dit niet. Nee. Dit vind ik ook mooi, maar ik vind het voor jou veel mooier. Oké, maar. Hoe kan je dat? Gewoon lekker zo'n mooie volle wenkbrauw. Ja, mensen zouden er moord voor doen, Nies. Oh, ik heb weer copyright, maar in ieder geval, ik heb vandaag één stukje gevlogd, bijna niet. Ik heb deze leuke blazer aan,
van Naked oversized. Met een flare, zwarte flare. En dit leuke tasje krijg ik altijd vragen over. Die is van die is echt chill. Ja, leuk hè. Ik hou van die kleuren. Kleuren. Gewoon van die mix van elkaar. Ja. En dan gewoon lekker zo schoot. Oh, wat afschilderen. Ik heb echt de laatste tijd dat ik als ik mezelf zie dat ik gewoon mezelf echt lelijk vind. Heb je dat ook ooit van? Ja, ik heb het altijd. Nou, ik is wel maar soms dan denk ik van lekker nou van deze wenkbrauw. Ik kan wel kotsen. Ja, maar is juist mooi hè. Mensen, comment. Als je juist van die volle, kom maar eens naast. Maar ik heb van die hele scherpe wenkbrauwen aan mijn oog getekend. Maar jij hebt echt van die mooie natuurlijke volle wenkbrauwen, is veel mooier. Maar ik wil ook zo snel. Nee, maar als je dat hebt, wil je dat weer. Ja, als je krulhaar hebt, wil je stijl, als je stijl hebt. Ja, dat is waar. Zo, ja, basic bitchen. Oh, ik moet even iemand. Ik heb vandaag deze blouse aan. Lijkt alsof ik geslapen. Die is van mij. Die heb ik van Sarah gekregen, want die draagt ze niet. Wat merk is dit, weet je dat? Nou, het is sowieso niet meer verkoopbaar. Maar hè? Ja, hij is niet meer verkoopbaar. Maar en daarbij heb ik natuurlijk Labella sieraden, heerlijk. Dit, de earcuff. Love it. En een lekkere leren, nou, weet je wat, dit soort legging. Gewoon latex. Gewoon een geel latexe broekie. En wat gaan wij doen? Zo, je hebt het hele ding gebogen. Nee, dat heb ik niet gedaan. Oh, dat was nooit zo. Oké, ik heb school. Ja, we gaan wel een beetje een wijntje doen, maar ja. Nou, ik ga gewoon nog ergens heen dan. Ik ga gewoon gekleurd. Ik ga gewoon mijn kop eraf slaan. Ja, ik heb echt een kater. Ik heb echt doodwakker. Ja, ik ook wel. Echt kop bijna. Oh. Nee, ik was echt gewoon dood. Ik was zo. Hele oog een beetje oogschaduw op doen. Nou, dit is bronzer. Waar doe jij dat? Jij doet het in het begin van je oog. Nee, ik doe een arcadeboog. Nee, je doet het hier. Oh, dit hoort niet. Nee. Dit hoort het andersom. Hier beginnen natuurlijk. Ja. En dan een beetje naar binnen werken. Ja, ik heb er even chance van. Zo. Ik heb een mooi ooglookje op voor jongen. Ik niet. Maar ja, we gaan zeg maar niks doen. Nee. Die is sleek. Ja. Die is ook goed. Kijk, zo dit doen. Doe je dat met je vinger? Ja. Kan gewoon. Dat kan gewoon allemaal. Ik heb al hier een beetje zitten. Let's get down, let's get down, business. One more night, one more. Vorige keer hoorde ik mezelf zingen in de vlog. Toen dacht ik zo, dat maak ik nog niet. Voel even ook shit. Oh yeah. Hey, heb je een video van vandaag al gezien? Nee. Ja, je hebt al gekeken. Tuurlijk. En leuk. Heel leuk. Het valt inderdaad wel mee. Nee. Wat hoe, iedereen zei ook wel van. Wel één haatcomment. Ja. Slotneuzen. Ja, ik denk dat jullie maar we zeggen 100 keer, maar ik denk niet dat. Ja, ik heb er ook op gereageerd. Klopt, we zijn slotneuzen. Dat zijn wij ook. We zijn ook een stel baby's. Hallo. Dat weten we echt wel hoor. We zijn echt niet de bol of zo. Hier, iemand zegt, moet zorgen dat ik die matte fixing spreek. Als vorige week ook de verkeerde gekocht had, precies hetzelfde. Maar kom dan dat je niet goed schudt. Goed geschud had. Nee, je zag je inderdaad even zo doen. Ja, ik doe ook pillen. Oh, je moet echt schudden. Ja. Je zag het wel goed, de pil. Ja, grappig. Oké, even kijken. Hier. Jullie lijken gewoon slotneus, joh. In jullie dorp zijn er misschien de shit. Dus ik zeg, ah, klopt, we zijn zeker slotneuzen. Dat zeggen we toch ook. Ja. Zegt iemand. Hebben het er ook elke keer over dat ze veel aandacht krijgen omdat ze er goed uitzien? Of ze wel zijn lelijk. Nou ja, je mag me lelijk vinden, ja. Of niet. Ben je benieuwd. Nou, ik ga ophangen. We gaan ophangen. Doei! Was gezellig. Zie jullie sowieso weer bij de meiden. Belly heeft een leuke krullen gegeven en zichzelf ook. Yes. De mensen helemaal uit, maar ze gaan niet uit. We gaan niks doen, maar goed. We gaan even een wijntje doen en misschien nog even naar vrienden laat op de avond als iedereen dronken is en denkt boeien, kom maar. Dan zal ik dankje doen en dan zien we wel hoe de avond loopt. Precies. Ik ook nog een beetje. Ja? Ja. Altijd een linkje erbij, heerlijk. Ja, nou, ja, waar slaat het op? Zit gewoon boven? Ik ben nu gezellig bij Naomi, we zijn gezellig aan het bijna. Yo! Ik zit weer in de bus natuurlijk. Natuurlijk. En jij zit alleen maar op je kuttelefoon. Nee, ik ga even een gesprek laten doen.
Oh. Hey, ik heb zo'n raster. We zijn nu even een beetje live aan het gaan. Want nou, we hebben niet veel beters te doen. En we gingen net ook live met andere mensen. Hè? Dat was echt heel leuk. Ja, heel leuk. Nou, oh, shout out naar deze mensen die nu iets zeggen. Hier bent, nou, gaan we deze live? The ever. Doe je ze wel weer vreten? Ja. Waarom zit het zo warm? Heerlijk afrikandel eten. Het enige wat YouTube ziet is Isabel die eet. Ja. Ja. Maar het is gewoon lekker. Goedemorgen allemaal. Het is maandag zondag. Good morning. Nou, we zijn echt zo 0,0 brak. Gewoon niet. Nee. Dus, ja, we vonden het gewoon te vinden. Ja. Lekker gedoucht. Dus een beetje aan het opmaken. We gaan nu naar het Leeuwtje. Dat is een restaurant in de buurt. Even een soort poffertjeskraam. En lekker warme chocomel. Vlamkoegetje. Helemaal gezellig. Oh, een beetje Oostenrijkse dingetjes. Ski vibes. Ja. Dus daar gaan we gewoon even heen. En even gezellig wat halen. Isabel, mijn broer met zijn vriendin is er ook. Is wel even gezellig. Ja, je kan dan niet zitten of zo. Nee, maar gewoon even staan. Even leuk. We zouden heel weinig make-up op doen. Ja, maar toch zit er alles op te doen. Behalve foundation. Ja, alles heb ik gedaan. Nou, het ziet er niet uit bij mij, maar maakt niet uit. Ik heb gewoon een beetje mascara. That be my ever. Ja, so that's for today. Oh my god, we hebben lekker een vlamkoegen gehaald. Mm. Zo lekker. Het ruikt echt heel erg. Echt super chill. Oké, het is inmiddels 4 uur. Ik ben thuis, ik heb even mijn spullen gepakt en ik ga slapen bij mijn vriend. In ieder geval, ik ga nu naar mijn vriend, ga ik lekker eten en blijf ook slapen. Ik heb op vakantie. En morgen begin ik. Morgen is een nieuwe week. Dus ik zie het allemaal echt gewoon geen scheid te doen. Hi allemaal, het is inmiddels alweer maandagochtend. Ik ben gisteren weer vergeten de vlog af te sluiten. Helemaal kut. Maar heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je deze weekvlog leuk vond. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Om mij te abonneren en me te volgen op mijn YouTube. Op mijn Instagram. Dat is @saafwoord. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende week. Doei!